Onderzoeksjournalist Patrick Savalle en IT-expert Ahmed Arad praten over de fundamentele veranderingen en risico's die kunstmatige intelligentie zoals ChatGPT voor ons in petto heeft. De partij van Caroline van der Plas, de Boer-Burgerbeweging, doet voor het eerst mee aan de provinciale statenverkiezingen. Politiek duider en psycholoog Huibrecht Bolhuit praat over het succes van deze aanstaande nieuwkomer. Goed. Onderzoeksjournalist Patrick Savalle en IT-expert Ahmed Arad praten over de fundamentele veranderingen en risico's die kunstmatige intelligentie zoals ChatGPT voor ons in petto heeft. De partij van Caroline van der Plas, de Boer-Burgerbeweging, doet voor het eerst mee aan de provinciale statenverkiezingen. Politiek duider en psycholoog Huibrecht Bolhuit praat over het succes van deze aan nieuwkomer. Ja, en we hebben het vorige week in de uitzending gehad over de boeken van Roald Dahl. Daar moesten bepaalde woorden in worden aangepast door de woke-ideologie. Nou, nu zijn de boeken van James Bond van schrijver Ian Fleming aan de beurt, want daar worden bepaalde racistische passages uit verwijderd. Ja, en het is natuurlijk niet alleen dat het nu gaat om deze boeken. Het is natuurlijk een bredere maatschappelijke tendens. Hè? Dat allerlei woorden die dan onwelgevallig zouden zijn, nu zou het dan gaan om vermeend racisme, maar je kunt je natuurlijk zo gek niet bedenken of iets kan op een gegeven moment onwelgevallig zijn. Dat we die woorden dus niet meer mogen gebruiken. En dat komt neer eigenlijk op het zuiveren van de taal. Het is ook belangrijk dat mensen dat weten. Dat het dus niet alleen gaat om boeken die al geschreven zijn, maar dat er dus ook nu, als jij een manuscript inlevert, een heel, ja, ik zou bijna zeggen, een tribunaal aan sensitivity readers, dus jouw tekst doorgaat om dus te schrappen op woorden die eigenlijk dan niet zouden kunnen. En ja, wat mij betreft zitten we eigenlijk in een soort nieuwe vorm van inquisitie, hè, waarin er dus boeken niet alleen op een verboden lijst gaan, maar waarbij er dus ook echt taal wordt aangepast. En ja, dat is dystopisch en dat kennen we uit totalitaire regimes. Ja, nou ja, de vraag is dus een beetje of het ook niet oké is om bepaalde woorden aan te passen, of het ook niet van deze tijd is, of je daarin moet aanpassen. Huibrecht, wat vind jij? Moeten we ons een beetje aanpassen aan deze tijd? Nou, ik denk dat er twee discussies naast elkaar bestaan. Het is denk ik niet verkeerd om jezelf te corrigeren op taalgebruik als dat blijkt beledigend te kunnen zijn. Hè. Daar kun je uiteindelijk over van mening verschillen wat is dan beledigend. Maar als je het hebt over het herstellen van verhalen die in het verleden zijn geschreven, dan kom je eigenlijk... Huibrecht, wij gaan je heel even onderbreken, want we hebben namelijk een probleem met het geluid. Dus jij bent niet goed hoorbaar. Ik stel voor dat we wel vast naar het eerste onderwerp gaan. Dan gaan we ook eventjes naar onze video-item kijken. Nederland raakt namelijk in de ban van de kunstmatige intelligentie ChatGPT. Is dit nieuwe fenomeen zonder gevaren? Kunstmatige intelligentie heeft de laatste jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van innovatieve instrumenten zoals ChatGPT. Een grote chatbot die is gemaakt door OpenAI. Een privaat bedrijf dat in 2015 mede is opgericht door Elon Musk. En nu miljarden investeringssteun krijgt van Microsoft. Een van de belangrijke voordelen van ChatGPT is dat het direct mensachtige antwoorden kan genereren op een breed scala aan vragen. Wat kan ik vanavond koken? Heb je suggesties? Natuurlijk, hier zijn enkele ideeën. Wat dacht u van zalm met geroosterde groenten? Wat heb ik dan nodig om zalm met geroosterde groenten te maken? Daarvoor heeft u zalmvlees, groenten naar keuze, olijfolie, zout, peper en citroensap nodig. Ook onder veel studenten is ChatGPT een populair fenomeen aan het worden. Ik heb het wel een paar keer gebruikt om wat ideeën te krijgen en wat structuur te vinden in mijn werk. Goed voor huiswerk heb ik gehoord. Ja, zou je je huiswerk laten maken daarvoor? Ik zou het wel laten doen, ja, zeker. Hoewel de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie zoals ChatGPT een handige toevoeging lijkt voor het dagelijks leven, kleven er ook risico's aan dit fenomeen. Het is mogelijk dat ChatGPT door kwaadwillende individuen kan worden gebruikt voor criminele doeleinden, zoals oplichting en hacken. Maar nog erger, als hulpmiddel voor het plegen van terroristische aanslagen. Daar waarschuwt Tim Stevens voor, cybersecurity expert van King's College London. There's always the risk that people are going to query them to build up a picture of how they might build a bomb or how they might develop intelligence, for example, on an individual or an organization. And I think we're going to have to think very hard about how we restrict those kind of terrorism use cases. Volgens Rebecca Mace, digitaal filosoof aan University College London, is er nog een groot probleem dat door kunstmatige intelligentie als ChatGPT duidelijk wordt. Namelijk partijdigheid. One of the major issues
that I find is interesting is that as a society, we're beginning to trust technology as having this authority, as the internet said so. I read it on the internet, without really checking whether we trust the source. But yeah, AI can definitely hard code bias in. It's only as good as what it's fed. Een veelgehoorde kritiek is dat ChatGPT een politieke vooringenomenheid heeft. Zo beweert FVD Tweede Kamerlid Freek Jansen. Nou, eigenlijk alles over klimaat, alles over diversiteit, alles over LGBT, alle standaard mainstream opvattingen, die zijn nu al heel erg voorgeprogrammeerd. Dus ik vind de technologie op zichzelf best wel heel interessant, maar je ziet dat dat nu al gekaapt wordt door politieke activisten. Ja, Patrick, we hebben net op de itemvideo gezien dat ChatGPT een hoop voor je kan doen. Het kan dus ook een hoop voordelen hebben. Maar wat ook wel opvallend is, is dat medeoprichter van het bedrijf dat deze chatbot heeft ontwikkeld, Elon Musk, ook meteen waarschuwt voor de gevaren hiervan. En eigenlijk zegt dat het een van de grootste bedreigingen kan worden voor de mensheid. En ook potentieel zou kunnen ontsporen en zelfs mensen zou kunnen uitmoorden. Nou, dat zijn nogal uitspraken. Wat denk jij als je dat hoort? Nou, ik denk dat Elon dat zegt om de waarde van zijn bedrijf te vergroten, want het blijkt dus kennelijk hele krachtige technologie te zijn, kan ik niet zien. Maar als we het over AI hebben, is sowieso een hele moeilijke discussie. AI, het begint al met het woord intelligence. Wat is intelligence? Dat is al heel moeilijk. Want even voor de duidelijkheid, ChatGPT is volgens jou een vorm van kunstmatige intelligentie. Nou, kunstmatige intelligentie bestaat nu, maar laten we het inkaderen tot waar we het over hebben. En waar we in principe, als we deze maatschappelijke discussie voeren, waar we het dan over hebben. Dat is een speciale klasse van AI, machine learning, en in dit geval zelfs deep learning. En dat wordt gebouwd als een neuraal netwerk. We hebben het hier over neurale netwerken. En dat kan je zien als een boxje. Waar wij normaal gesproken, als wij een programma schrijven, een computerprogramma waar we antwoorden uit willen krijgen, dan schrijven we helemaal exact uit wat het programma wel en niet kan. Hoe dat de invoer naar de uitvoer, dat is een algoritme. Dat werkt bij dit soort AI anders. We schrijven weliswaar een programma, maar dat programma dat specificeert hoe dat brein zich zelf kan opbouwen naarmate het kennis tot zich neemt. Dus het is eigenlijk een op zichzelf staand. Het is een emergent ding, noemen we dat. Dat is een beetje een moeilijk woord, maar dus. Het programma is niet hetgene wat het antwoord geeft, maar bepaalt hoe dat brein zich opbouwt. En dat brein gaat dus antwoord geven. Dus ik zou een kunstbrein al een beter woord vinden dan een AI. AI betekent niks. Nou, dat kunstbrein, dat moeten we inleren. Dus dat ChatGPT, dat is ingeleerd door mensen. Je hebt verschillende manieren van inleren. Dat zou zichzelf in theorie ook zelf kunnen inleren. Een AI zou een andere AI kunnen inleren. Maar dat inleren, daar begint het natuurlijk al. Als daar een bepaalde bias in zit, dat is niet de schuld van het brein, maar het is net als een kind. Het ligt eraan hoe je hem opvoedt. De gevaren liggen daarin. Dat enerzijds dus het inleren bias heeft. Maar anderzijds, we weten niet exact wat dat ding van binnen doet. Een mooi voorbeeld was de Google Translate AI. Dat kon van 70 talen naar 70 andere talen en deed dat heel goed. En op een gegeven moment waren die engineers nieuwsgierig naar, ja, wat doet dat ding van binnen dan? Het is heel moeilijk om erin te kijken, hebben ze heel veel tijd ingestoken en bleek dat ding een eigen tussentaal te hebben bedacht. Dus die talen gingen eerst naar zijn eigen taal en vervolgens. Nou, dat soort gedrag is onvoorspelbaar. En ja, dat het is het risico. Niet alleen onvoorspelbaar, maar ook, want dat betekent dus eigenlijk ook als die soort robots elkaar gaan opvoeden, dat is eigenlijk een beetje wat ik hier ook hoor, krijgen we dan niet een soort vervanging van menselijk denken? Nou, dan hebben we het over artificial general intelligence, dat gaat niet gebeuren. Dus aan de ene kant zijn die dingen heel slim, maar dat is al gevaarlijk om dat woord te gebruiken, want dan vermenselijken we dat AI. Het is eigenlijk vernuftig. Maar aan de andere kant zijn die dingen ook heel erg dom. We kennen allemaal die robotjes van Boston Dynamics, die dan saltertjes maken, weet ik wat allemaal. Dus daar zijn ze dan heel goed in. Maar er waren ooit een keer een team van mariniers dat ging het opnemen tegen zo'n robotje. En die mariniers hadden een hele mooie truc. Die deden gewoon een boom na, letterlijk. En dat robotje was nooit erop getraind om een boom te herkennen. Kan zichzelf dat ook niet aanleren. Dus hij liep ze allemaal voorbij. Dus aan de ene kant zijn die dingen heel vernuftig en gaan ze gedrag vertonen wat wij niet kunnen voorspellen. Maar aan de andere kant zijn ze ook heel beperkt. Ahmed, ik wil even naar jou. Jij bent IT-expert. En als jij Patrick dit verhaal hoort vertellen, ik ben heel erg benieuwd naar jouw reactie. Ben jij het ermee eens of kijk jij daar heel anders naar? Nou ja, Ik kijk er wel op eenzelfde manier naar, maar ChatGPT is niks anders dan een zoekmachine versie 3.0. Waar we OpenAI heeft heel erg gekeken naar het zoekverkeer, van waar zoeken nou mensen eigenlijk naar. En op basis daarvan hebben ze eigenlijk een programma gebouwd, wat nu ChatGPT, en we zitten al in de derde versie, wat we nu gebruiken.
waar je je heel makkelijk een vraag kunt stellen. En je krijgt direct een antwoord op basis van de informatie die al is ingeleerd in dat systeem. Dus is er daadwerkelijk sprake van kunstmatige intelligentie. Op hetzelfde niveau als bijvoorbeeld een Google, dat je een zoekopdracht intikt. Maar wat is dan het verschil bijvoorbeeld tussen Google enerzijds en ChatGPT anderzijds? De bronnen. Want als jij iets zoekt in Google, dan krijg jij een hele lijst aan websites, gebaseerd op het algoritme van Google, maar ook de bias van Google. En vanuit ChatGPT krijg je gewoon een eenduidig antwoord. Je krijgt niet zozeer de bronnen erachter. ChatGPT tekort doen hoor, hiermee. Dus wat hij zegt, dat klopt. Maar ChatGPT kan veel meer. Hè. Ik als software developer, wij kunnen het gebruiken om code te schrijven, om code completion te doen. Hij kan, dus het is niet per se alleen een chatbot. Het ligt er ook aan hoe je hem inleert wat eruit komt. In zoverre is het een klein beetje garbage in, garbage out. Hè. Maar ChatGPT heeft wel degelijk dat emergente gedrag. Daar wordt al onderzoek naar gedaan. Maar het is veel meer dan alleen een chatbot. Hè. Ja. Dus je doet hem wat tekort. Hij kan prachtige plaatjes genereren. Hij kan kunst. Hij kan heel veel. Hij kan heel veel, maar hij is ook onlangs agressief geworden. Dat betekent ook dat hij menselijke trekjes kan krijgen. Nee, wij projecteren dat op die AI. En dat is het grote probleem. Wij zien een soort van consistente tekst, een soort van logische tekst. En wij denken meteen dat al onze eigen processen daar ook achter hebben gezeten. Zoals emoties, zoals kennis van geschiedenisles. Maar dat ding is natuurlijk nooit naar maatschappijleer geweest. Dat is nooit op school geweest. Het enige wat dat ding in dit geval doet, die chatbot, is hij heeft geleerd dat als hij deze woorden binnenkrijgt, is het voor mensen heel erg logisch om dat soort woorden eruit te doen. Meer weet dat ding niet. Er zit niks achter. Het is geen kennis. En het feit dat hij dus een bias heeft, is gewoon de manier waarop hij is ingeleerd. Als wij hem zouden inleren, of wij zouden, dan zou hij heel anders. Nou, dit ding is dus heel woke geworden. Dus hij censureert allemaal dingen. Hij heeft er ook een prachtig verhaal net over gehouden. Maar ChatGPT is in de basis gewoon een prachtig neuraal netwerk. Maar je moet weten wat het wel en niet kan. En je moet weten waarom die antwoord geeft zoals die dat doet. Ja, die menselijke trekjes vind ik toch wel heel interessant. Nou, Huibrecht, jij werkt als psycholoog. Dus het werken met emoties is voor jou heel erg belangrijk. Kun je nou emotie in zo'n computerbrein, in zo'n robotbrein stoppen? Ja, daar hadden wij inderdaad voor de uitzending even een gesprek over. Hè. Volgens jou is dat nog ver weg. Volgens mij iets dichterbij. Ik ben zelf 2 jaar onderdeel geweest van een wetenschappelijk adviesteam bij een start-up wat zich bezighield met deze vraag. Kun je emoties in een digitaal brein krijgen? En dat is natuurlijk eigenlijk de link naar zelfredenerend vermogen en mentaliseren en conceptualiseren. Want dat doen wij als mensen. En wat jij terecht zegt, het is input-output, je legt relaties, neurale netwerken. Dat is eigenlijk allemaal voorgeprogrammeerd door een externe mens die aan de knoppen zit. Een computer kan pas zelfdenkend worden als je emoties in het brein stopt. En ja, dat project loopt nog waar ik het over heb. Ik kan er helaas niet te veel over zeggen vanwege mijn NDA, maar ik denk dat het dichterbij is dan dat we denken. En of het dan een gevaar is, ja, dat laat zich ook nog maar. Maar misschien even los van de gevaren, wat zou het gevolg daarvan kunnen zijn? Op het moment dat dus zo'n computer emoties. Nou, het gevolg is dat we vakbonden voor. Dan gaan ze vakbonden oprichten en protestgroepen. En we willen robotrechten. En maar dat we moeten herstelbetalingen voor al onze voorouders. Dan heb je straks een robot die tegen jou gaat zeggen van ja, Patrick, jij doet nu dit en dit, maar nu zwaait er wat. Of, nou, die Bing AI, de nieuwe Bing AI, die deed dat. Die ging mensen zitten gaslighten, die bekende een moord. Dat is een prachtig ding. Je kan er eigenlijk alleen maar om lachen. Als je begrijpt, er zit niks onder. Er zit niks onder. Die robot heeft niks geleerd. Die heeft verbanden gelegd en die verbanden komen eruit. Maar Musk zegt nu zelf, van dit kan ook best wel gevaarlijk zijn. Die gaat dus ook zelf een andere chatbot ook weer bouwen. Enzovoort. Natuurlijk is het niet gevaarlijk, maar een duidelijk antwoord. Dit is natuurlijk precies hetzelfde. Wij gaan ook geen aap in een touringcar vol met kinderen aan het stuur zetten. Je moet weten wat dat ding wel en niet kan. Het ding is onbetrouwbaar, want er zit emergent gedrag in. Hij kan onvoorspelbare dingen doen. Je moet weten waar je het wel en niet voor gebruikt. Nou, het zal altijd zo zijn, ook al lukt het naar mijn idee binnen toch kortere tijd dan wat jij denkt, dat emoties in een computerbrein kunnen worden gestopt, zal het altijd zo zijn dat het menselijke emotionele functioneren veel genuanceerder en diffuser is en onduidbaarder dan het digitale emotionele brein. Dus mensen zullen altijd bottomline aan de knoppen blijven zitten. Dus, en mensen zijn nu al een gevaar. Ik bedoel, kijk om je heen. Hè. Mensen zijn het gevaar. Ja, niet de techniek op zich. Dus mag ik een kleine analogie? Volgens mij wat we hiermee te maken hebben in het algemene discussie is menselijke arrogantie. Een kleine analogie naar menselijke cellen. Als wij een van jouw cellen uit jouw lichaam, en dan heb je er 30 triljard van, als we die zouden uitvergroten tot een ruimteschip van 20 kilometer breed,
Dat zou gigantische complexiteit hebben. Meer dan welke science fiction film dan ook. En er zitten er 30 triljard van in jouw lichaam. Wat ik daarmee wil zeggen is, menselijke of biologie is zo verschrikkelijk veel verder dan deze technologie. Ja. Dat het idee dat op een gegeven moment dat robotje wakker wordt en denkt, hey, wie ben ik? Misschien nu nog niet, maar goed. Ja, maar dat is nog zelfs een stap verder. Dan heb je het over daadwerkelijk bewustzijn. Maar wat dit is, dit zijn eigenlijk gewoon hulpmiddelen die in lijn liggen van de technologie die we al hadden. Zeg maar vanaf het moment dat iemand een muurschildering maakte, tot de boekenpers, tot een zoekmachine in het internet. Wat we nog steeds kunnen herinneren met Yahoo en Alta Vista, tot een Google die alleen maar kwam met een zoekbalk. En nu is dit de volgende stap voor het verkrijgen van snelle informatie of het oplossen van simpele taken, zoals het schrijven van een liedje of het maken van een gedicht. En zou je kunnen zeggen dat ChatGPT een Sinterklaasgedicht kan schrijven? Ja, dat kan het ook. Maar dat konden we ervoor ook al, maar daar hadden we gewoon aparte programma's voor. Dus daarin is in feite niets nieuws. Maar denk je dan niet, want Amazon bijvoorbeeld, er zijn 200 boeken die nu op Amazon worden verkocht, die zijn geschreven door ChatGPT, dat dit niet in de toekomst een vervanging zou kunnen zijn voor menselijke creativiteit bijvoorbeeld? We zagen ook op de itemvideo studenten die zeggen, ja, ik gebruik dit wel om een paper te laten schrijven enzovoort. Nou, of het condenseren van informatie, want aan ChatGPT kan ik vragen van, joh, maak eens een samenvatting in boekvorm binnen 500 pagina's van alle klassieke Griekse literatuur in het Engels. Je moet je alleen wel realiseren, er zit geen kennis achter. Het is gewoon een aap die dingetjes doet. Hij heeft patronen gekregen aan de invoer in zijn inleerperiode en hij gaat patronen eruit geven. Er zit geen kennis achter, er zit geen menselijke moraal. Dus het is veel kleiner, veel. Wij projecteren onze menselijke eigenschappen erop en denken, hey, dat is een gigantisch. Ja, het is gewoon misschien een is dat ook dan wel waar we op moeten focussen. Dat de mensen die dus inderdaad inleren, nou ja, dat is dus wat Musk nu ook zegt. Daarom wil hij dus ook een alternatief gaan ontwikkelen. Dat die mensen die dat hebben ingelezen, die zijn misschien woke. Waardoor dus die chatbot ook woke wordt. En dan krijg je wel misschien eenzijdige informatie. Is dat dan wel een gevaar? Maar dat is hetzelfde als wat er nu gebeurt met Google. Ik bedoel, ook Google redacteert de zoekresultaten. Als jij iets zoekt in DuckDuckGo, krijg je andere resultaten dan in Google. Maar even de advocaat van de duivel. Als ik iets ga googlen, dan krijg ik als misschien 30, 40, 50 zoekresultaten. En natuurlijk zal daar ook een bepaalde programmering bij zitten. Maar het is niet dat er één antwoord komt. Het geeft dan toch een beetje het idee dat het één waarheid is, toch? Dat hangt af van het stellen van de vraag. Er zijn heel veel grappige filmpjes van What if Google was a person? Mm-hmm. Als jij op zoek bent naar een bepaalde theorie dat je daarin gelijk hebt, dan krijg je van Google al die resultaten. En hetzelfde met ChatGPT, afhankelijk van hoe je de vraag stelt en naar welk antwoord je op zoek bent, krijg je het antwoord. Dus we moeten eigenlijk misschien onszelf meer trainen om goed met deze techniek om te gaan. Exact. Is dat wat je zegt? Dat niet alleen, exact. Maar ook te kijken naar alternatieven van, oké, wat is eigenlijk de set van data waarop ChatGPT is gebouwd? Mm-hmm. Want ja, een bias heb je altijd wel. Hoe kijk jij naar de toekomst wat dit instrument betreft? Kan het echt een gevaar worden voor mensen? Ik denk niet op korte termijn. Er zijn die mooie verhalen over de singularity. Dat in 2040 volgens Ray Kurzweil zouden machines ons niet meer nodig hebben. We hebben het dan over artificial general intelligence. Ik denk niet dat we dat ooit zullen zien. Nogmaals, de biologie is zo ver voor op de technologie. Maar misbruik is een groot probleem. En verkeerde inschatting van wat het is en wat het kan. We gaan het te veel verantwoordelijkheden geven. En het is natuurlijk wel heel goed in hele grote hoeveelheden data bekijken wat mensen niet kan. En daar kan je allerlei hele onhandige dingen mee doen die tegen ons gebruikt gaan worden. Ik heb die WOP-onderzoeken meegedaan over de coronapandemie. En dat bleek dus een militaire operatie te zijn, door de geheime diensten aangestuurd. De NCTV bepaalde de pandemierespons. En die deden aan een eerdere aflevering over. Staat zwart op wit, dus dat is geen complottheorie. En die deden aan gedragsmodificatie. En daar hebben ze die hele grote hoeveelheden data voor nodig. Dat is typisch iets waar wij geen algoritme voor kunnen bouwen, maar wat we wel aan een AI kunnen leren. Dus dat zijn reële gevaren. Maar dat ding dus inderdaad straks verliefd gaat worden of boos.
Dus je ziet ze nog ik niet denk dat wij dat dan denken dat hij dat doet. Maar dat is hij dan niet. Nee, het blijft afhankelijk natuurlijk van hoe je emoties parametreert in een digitaal systeem. Dus blijft bottomline mensenwerk. Maar het kan ook, naar mijn idee, absoluut zijn voordelen hebben. Want kijk, mensen onder elkaar, wij zijn psychologisch functioneerde wezens. Wij hebben last van afweer, wij hebben last van bias. Je kan een computer natuurlijk ook zo instrueren, ook emotioneel instrueren, dat hij niet bang is van bias en geen afweer ontwikkelt. Dus dat er een hele open, transparante discussie staat over tal van wereldproblemen waar we als mensen niet uitkomen. En dat is ook een interessante ontwikkeling van de AGI-kant. Dus, de vraag is of je dat onder controle kan houden. Dat is waar iedereen bang voor is. Dat ding heeft dus emergent gedrag. Dat ding doet dus een eigen wil, moet je eigenlijk niet zeggen, want dan heb je het alweer vermenselijkt. Maar dat ding doet toch dingen wat je niet verwacht. Maar ook een auto kan een moordwapen zijn, maar ook een fijn vervoermiddel. En dat zal straks ook met de AGI en de computer hetzelfde zijn. Het is denk ik vooral de conclusie dat we het als mens goed in de gaten moeten houden. Want inderdaad, die auto's ook, die kunnen inderdaad ook een eigen wil. Maar dat is denk ik meer een onderwerp ook voor de volgende. We houden het nu even iets kleiner. We gaan naar het gebruik van de smartphone. Scholieren en studenten kunnen niet meer zonder hun telefoon. Het gebruik bemoeilijkt opletten in de les en aandachtig luisteren naar de docent. Moeten we daarom de smartphone uit het klaslokaal weren? Wij gingen de straat op en peilden de meningen. Ja, vind jij dat de smartphone geweerd moet worden uit de klas? Nou, op zich is dat een beetje de vrijheid van die leerlingen zelf om een smartphone te hebben. Een beetje een eigen verantwoordelijkheid. Ja, ik denk dat het een dilemma is, omdat enerzijds je er niet aan ontkomt dat het nodig is voor sommige dingen. En anderzijds wordt er natuurlijk te veel op gekeken. Ja, ik denk dat de jeugd zich inderdaad beter kan concentreren als je tijdens de les de smartphone in kluisjes achter moet laden. Hè? Ja, het leidt je wel af. Maar ik denk dat het moeilijk is om te weren. Ik zit niet meer op school, dus dat maakt mij niet uit. Die leraren die houden dat wel in de gaten. Dat ze daar niet de hele tijd mee bezig zijn. Of die leraren zitten zelf met die dingen te fiedelen. Huibrecht, jij bent psycholoog, we gaven het net al aan. Wat heeft het nu voor invloed op de ontwikkeling van kinderen en jongeren als ze de telefoon in de klas hebben? Nou ja, ik denk dat het gebruik maken van een telefoon niks anders is dan dat wij in onze jonge jaren deden wanneer we een encyclopedieraad pleegden. Je duikt in kennis, in data om uiteindelijk jezelf verder te ontwikkelen. Het sluit een beetje aan bij de openingsvraag die je me stelde. Die wil ik toch nog even terugpakken, waarin je het had over sensitivity readers. In hoeverre is dat nu een slechte of een goede zaak? Daarbij wilde ik opgemerkt hebben dat het natuurlijk goed is om te kijken naar ons discours van nu. Dingen kunnen niet meer. Mensen kunnen zich aangesproken voelen op een negatieve manier of gediscrimineerd voelen. Daar kunnen we in het nu ander taalgebruik voor ontwikkelen. En dat sluit een beetje aan bij de vraag waar het nu over gaat. Maar als het gaat over het herschrijven van een realiteit zoals die was, dan komen we psychologisch gezien op een gevaarlijk terrein. Omdat je acteren in het nu zet zich altijd af ten opzichte van hoe je was. En zet zich altijd af ten opzichte van wie jij bent. Dus je kan alleen maar bestaan door je te reflecteren op wie je was en op de ander. Dus herschrijven is in zichzelf psychologisch heel gezond. Dat brengt mij terug bij de vraag over die smartphone. Je kan natuurlijk ook leren kinderen omgaan met de verleiding. Je kan de verleiding dus weer wegnemen. Je kan het verkeerd taalgebruik wegnemen. Maar daarmee maak je mensen eigenlijk een robot, komen weer op de robotisering uit. En ik denk dus, bottomline, goed dat die telefoon niet overal tussen zit. Maar je kan absoluut ook kinderen disciplineren en zeggen van, die pet gaat af in de klas, die mobiel leg je op je telefoon en er zijn momenten waarop we die raadplegen. Oké, Ahmed, vind jij dat de telefoon in de klas moet kunnen? Ja, natuurlijk. Ja? Het is een hulp. Jij denkt niet dat het enorm afleidt? Het leidt af op het moment dat de klas niet interessant genoeg is. De vraag is meer van, past het huidige onderwijs in de huidige tijdsgeest? Dat lijkt me een veel belangrijke vraag. 1000 dingen onthouden, waarvoor moet je dat als dat direct benaderbaar is? Ik heb liever dat kinderen leren van hoe ze komen tot een bepaald probleem en hoe ze bepaalde problemen kunnen oplossen, in plaats van dingen te onthouden. Nou, we legden ook onze leden de vraag voor, moet de smartphone uit het klaslokaal worden geweerd? En dat gaf de volgende uitslag. Een overweldigende meerderheid van 94% maar liefst wil de smartphone uit de klas houden. En slechts 6% heeft er geen problemen mee. Enkele leden gaven ook nog een toelichting bij hun antwoord. Zoals iemand die zegt, ja, het geeft de geest de broodnodige rust. En het wordt makkelijker om je te concentreren in de les. En iemand anders zegt nog, nee, het is ook gewoon een gereedschap voor leerlingen. Ja, het is natuurlijk wel interessant dat we eigenlijk de meningen van jullie hier in de studio, dat het heel erg verschilt van de leden. Hè? Want 94% is dus eigenlijk tegen die smartphone. Ja, dat wilde ik net aan jou vragen. Want vaak hoor je dan, moeten we niet met de tijd meegaan. Wat vind jij, Patrick? Kijk, een computer in de klas vind ik logisch.
dat past in moderne tijd. Maar de afleiding van die smartphone ook. Het is gewoon zo moeilijk, die kinderen, maar ook het soort onderwijs. Ik heb toch het idee, ik heb een klein zoontje, dat hij beter onderwijs krijgt of beter leert als hij gewoon de fundamenten, zoals vroeger, ja, dat klinkt een beetje, maar hij leert gewoon echt rekenen, hij leert het zelf. En dat hij later dingen kan opzoeken, dat is geen iets niet wat hoeft te leren, weet je? Je hoeft iemand niet te leren, je kan het ook op de smartphone vinden. Dat is, begrijp je? Dat hoort niet in het onderwijs thuis. Ja, hij moet gewoon de basisvaardigheden kennen. Goed. Wie is Caroline van der Plas en waar staat haar partij Boer-Burgerbeweging nou precies voor? Op 17 maart 2021 veroverde Caroline van der Plas van BBB een zetel in de Tweede Kamer. In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen besteden we vandaag aandacht aan deze partij die zegt te strijden voor de belangen van boeren en burgers op het platteland. Caroline van der Plas vervult haar rol als Kamerlid met verven en is voor de duvel niet bang. De staat zegt eigenlijk tegen jou, jij bent ongewenst, jij moet hier weg. We gaan jou onteigenen en jij moet plaatsmaken. Dat is wat er gebeurt. En ze schuwt ook niet om de samenwerking met andere politieke partijen op te zoeken. Dit is denk ik ook wat goed is in de politiek. Dat je elkaar kan vinden op punten waar je het met elkaar eens bent. Soms zijn we niet eens, op dit punt hardgrondig wel. En zo gaan we proberen dit noodlottige beleid te wijzigen. De Boer-Burgerbeweging is oorspronkelijk gestart als een social media kanaal. Met verhalen over het werk van agrariërs en vissers. In 2019 is het omgevormd tot een politieke partij. Wij vroegen Tom de Nooier wat zijn algemene indruk van de partij is. Nou, ik vind dat ze het marketing technisch echt ontzettend goed doen. Ze weten een heel groot gedeelte van Nederland aan te spreken. Ik zie ook in mijn eigen provincie in heel veel weilanden allemaal BBB-borden hangen. Nou, Caroline van der Plas natuurlijk het gezicht van BBB. Ze doet het ook ontzettend goed in debatten en ook in de media. Dus daar is ze echt voor geknipt. Uit de laatste peilingen blijkt dat BBB mogelijk 8 zetels in de Eerste Kamer gaat veroveren. De eerste negatieve stukken over Van der Plas verschenen inmiddels in de media. Wij vroegen een aantal mensen in Deventer of ze BBB gaan stemmen. Natuurlijk stemmen we op haar. Oh, en waarom? Ze is gewoon op het moment de beste. Ik vind haar geweldig. En ik hoop dat ze zo blijft en dat ze, ik hoop dat ze heel veel stemmen krijgt. Wat verwacht Caroline zelf van de aanstaande verkiezingen? Nou ja, ik denk dat we in een aantal provincies wel de grootste kunnen worden. Wat we zien in alle provincies is dat we eigenlijk tussen de 8% en de 14% van de stemmen zouden krijgen. Nu, hè, op het moment dat we met elkaar spreken. Ja, en dat betekent meerdere zetels in Provinciale Staten. Maar dat betekent ook heel veel zetels in de Eerste Kamer. Er is wel discussie over de vraag waar BBB nu eigenlijk ideologisch voor staat. Als het bijvoorbeeld gaat om die boeren, hebben ze duidelijke standpunten, niet onteigenen. Als het gaat om migratie ook wel. Maar je moet ook kijken, heb ik het over die ideologie, van wat is daar allemaal voor nodig om dat te kunnen bereiken. Je kunt het makkelijk roepen, maar als je iets wil doen met stikstof of met migratie, kom je al heel snel in Europa aan. En als het gaat om de visie van BBB op Europa, dus meer soevereiniteit naar Nederland, daar heb ik ze nog heel erg weinig over gehoord. Tot slot, Caroline nog, over de komende verkiezingen. Ik vind het heel spannend. Ja, zeker. Ja. Kijk, en hoe dan ook gaan we zetels winnen. Dat is een comfortabele positie. En nou moeten we nog even kijken hoeveel het worden. Ja, Huibrecht, jij bent psycholoog, maar daarnaast duid jij ook en volg je de maatschappelijke ontwikkelingen. Wat maakt Caroline van der Plas nu zo populair? Nou ja, ze is zo gewoon gebleven. Hè? Dat straalt ze uit. Niet lullen, maar poetsen. Daarbij laat ze zien dat ze een aanpakker is. Hè? Niet voor de poes. Als je haar ziet bewegen in de kamer ook en daarbuiten. Altijd dat brilletje in de aanslag. Paparas onder de arm. Ja, dat is wat haar tekent. Geen hoogdravende taal. Geen couleur lokaal. Hè? Zoals een andere politica een aantal jaren geleden bij haar opkomst zei, het is poot in de klei. En dat is ook jargon wat ze bezigt. En dat is wat haar mens maakt. En dat was ook bij haar opkomst een van de eerste dingen die ze zei toen ze een zetel had gewonnen in de Kamer. Van mensen willen mensen in de politiek. Ja, en dan heeft ze het dus ook over gewone taal. En wat daar ook als mens tekent, is dat ze zegt, ik ben lid van de twijfelbrigade. Ze zegt van ja, soms twijfel ik en dan kom ik op het filmpje van zojuist uit. Ja, dat wilde ik je net vragen, want er zijn dus een aantal ook standpunten die niet helemaal duidelijk zijn. Van inderdaad, wil ze nu in de EU blijven, wil ze er naar uit? Is ze nou woke, is ze niet woke? Gaat ze nou onteigenen, gaat ze nou niet doen? Dus ja.
Nou, dat is ook haar kracht. Ik denk, zij probeert van het midden uit naar de beide vleugels te bewegen. Zij bestuurt, denk ik, veel meer thematisch dan ideologisch gestuurd, zoals ook de analist in de video zojuist zei. Ja, en dat is maar deze thema's is het toch best wel onduidelijk dan wat ze vindt? Nou ja, als je haar debatten volgt, dan vind ik dat ze uitgesproken en direct durft te zijn. Maar zij perst haar meningen niet door een ideologie, door een partijdiscours. En dat maakt tegenstanders natuurlijk ook een beetje onzeker van waar sta je nu, en ook analisten. Maar ik vind het juist een kracht. Want verbinders, die kijken niet naar kleur, hè, dan kom je ook weer op thematiek als discriminatie en racisme. Verbinders kijken naar wat is nu aan de orde en waar kunnen wij elkaar vinden. En dat is wat de kiezer zo nodig vindt. Die polarisatie zijn de mensen zat in de media, in de politiek. En zij wil daarbij wegblijven. Dus zij zit niet expliciet op een vleugel. Maar ja, als je nu even naar de boeren kijkt, hebben die behoefte aan een verbinder. Nou, even Patrick, de boeren staan op het punt om onteigend te worden. Is BBB dan de redding voor deze boeren? Nou, misschien hebben jullie je huiswerk gedaan. Ik ben natuurlijk een complotdenker. En ik zie daar controle. Zie jezelf, hè? Het zijn jouw woorden. Ik zie daar controlled opposition. Een beetje zo die Omtzigt en zij, en er zijn er nog een paar. En die elke keer als het erop aankomt, zeggen ze net het verkeerde of stemmen ze net het verkeerde. Ah, oh, weer niet gelukt. Maar we bedoelen het wel goed. Ah, oh, weer niet gelukt. Zijn misschien mensen die dat niet... Wat is controlled opposition? Wanneer ben je dat volgens jou? Is bijvoorbeeld iemand die jij aan de randen zet van in dit geval het politieke spectrum. Met als bedoeling die mensen die in jouw partij zich niet meer thuis voelen om die op te vegen. Die heb je dan weer onder controle. En op het moment dat het erop aankomt, ben je toch weer gewoon die grote partij. Dus dat is een strategisch dus eigenlijk iets. Doe je alsof je tegen het systeem bent, ja. Maar je bent het eigenlijk niet. Ja. Om ervoor te zorgen dat mensen die kritiek hebben zich toch weer aansluiten bij het systeem. Zo hou je ze allemaal in dezelfde kruiwagen. Ahmed, ik zie dat Ahmed heel graag wil reageren hierop. Nou, ik vind het toch wel spannend om dan daarachter te komen, dan via jou, dat Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt dan controlled opposition zijn. Wat dus eigenlijk zou betekenen dat ze onder controle staan van iemand anders om bepaald beleid uit te voeren. Jij gelooft dat niet. Nou ja, bewijs het maar. Nee, maar ik vraag het aan, want Patrick brengt hier zijn zienswijze naar voren. Ja. Wat denk jij dan? Wat vind jij van BBB? Ik vind BBB, net als elke andere politieke partij, een toevoeging aan het parlement om stemmen te laten horen. En hoe zij zichzelf opstelt, ja, dat vind ik bewonderenswaardig. Door ook in gesprek te gaan met andere partijen op punten waar je het wel met elkaar eens bent. Want dat maken wij als samenleving, als maatschappij. En daar hebben we gewoon behoefte aan. Denk je dat ze een blijvertje is? Ik hoop het. Ik hoop het echt, ja. En als we dan even teruggaan naar jou, Huibrecht. Want nou ja, het is zeker, ze gaat in ieder geval een grote winst halen bij de aankomende verkiezingen. Wat denk jij wat zij gaat doen? Gaat ze bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen? Hoe gaat zich dat ontwikkelen, denk je? Ja, dat laat zich nog raden. Hè. Dat heeft natuurlijk alles te maken met hoe die partij zich verder ontwikkelt en hoeveel zetels en hoe populair ze wordt en hoe groot ze wordt. Ik wil nog even terugkomen op wat jij zegt van controlled opposition. Vind ik wel interessant. Het sluit eigenlijk aan bij je eigen interpretatie op AI, waar je zegt van mensen zijn geneigd om AI een menselijkheid toe te dichten. Dat is, we projecteren een idee op een subjectieve of een objectieve realiteit. Dat is wat met het begrip controlled opposition ook vaak gebeurt. Hè. Mensen zeggen, waar komt Omtzigt dan in één keer toch weer terug? En waar komt Van der Plas vandaan? Je kan dus ook een idee of misschien een achterdocht of een analyse of een hypothese snel projecteren op een situatie waarmee je, denk ik, onrecht doet aan in ieder geval een aantal politici momenteel die, naar mijn idee, heel zorgvuldig juist oppositie willen voeren. Misschien als ik je daar ook iets over mag vragen, want we hebben natuurlijk in het verleden wel vaker gezien dat er ineens iemand omhoog komt en dan veel stemmen haalt. Denk aan het verleden, aan bijvoorbeeld Pim Fortuyn. Denk ook aan Forum, die natuurlijk bij de vorige provinciale statenverkiezing heel groot is geworden. Denk je, Rita Verdonk ook nog een voorbeeld, denk je dat bij BBB het ook op die manier een soort golf zal zijn, of dat dit echt voor de lange termijn ook iemand is die echt veel stemmen zal blijven genereren? Nou ja, ik zie Van der Plas toch als een ander type leider, leidster. Misschien juist wel omdat ze een vrouw is. Je noemt de LPF. Dat was natuurlijk na het overlijden van Fortuyn een onrustige bedoeling met best wel wat ego's. Met name mannelijke ego's. Er zaten ook wel wat dames tussen die er ook wat van konden. Maar op dat moment, we kennen natuurlijk FVD, de PVV.
Ja, dat liet zich eigenlijk al een beetje voorspellen dat daar spanning zou ontstaan. En ik voorzie dat niet zo snel bij Van der Plas. Zij heeft een andere persoonlijkheidsstructuur. Hoe zou je dat omschrijven dan? Want je zegt een ander type leidster. Hoe zou je dat omschrijven, haar persoonlijkheid? Nou, ik vind haar heel stabiel overkomen. Kijk, ik kan haar niet psychodiagnosticeren. Daar moet je voor aan de tafel zitten met zo iemand. Maar als ik haar afzet tegenover andere politici, dan vind ik een paar dingen in het oog springen. En dat vind ik wel belangrijk om genoemd te hebben. En dan wordt het even heel psychologisch, maar daarom heb je me ook uitgenodigd. Bij heel veel politici zie je momenteel onder druk, er is heel veel aan de hand, zie je dat de binnen- en de buitenwereld snel vervloeien met elkaar. Nou, wat bedoel ik daarmee te zeggen? Soms lijken mensen door een debat intern geraakt te worden. Dat raakt aan eigen onzekerheid. Oh, men begrijpt mijn ideologie niet. Men wijst mij af, men herkent mij niet. Dat raakt aan de persoonlijke angstdingen, aan de persoonlijke onzekerheid, die men vervolgens uitageert. Ik heb daar een mooi voorbeeld van. En dat heeft te maken met dat incident met Kaag een paar weken geleden. Dat fakkelincident, die werd opgevangen door een aantal boeren met fakkels en ronkende tractoren. Daarvan kun je zeggen, nou, dat is bedreigend. Dat is heel erg afhankelijk van hoe zij dat heeft ervaren. Daar wil ik geen mening over hebben. Ik heb video's gezien, ik zou er niet zo van geschrokken zijn, maar zij schrikt daar blijkbaar wel van. Dat kan. Maar wat je ziet gebeuren s'avonds in de studio, zij sluit aan in een talkshow en zij wordt bevraagd op haar welbevinden. Gaat het met u? Nou, ze was wat aangedaan. Nogmaals, dat kan. Ik de talkshow Khalid en Sofie bedoel je dan van Twitter? Ja, bij Khalid en Sofie, ja, inderdaad. Zij kan aangedaan zijn op dat moment. Maar wat je dan vervolgens ziet gebeuren, en dat tekent veel politie waar Van der Plas naar mijn idee geen last van heeft. Op het moment dat Jeroen Pauw zegt van, zou u zich kunnen voorstellen dat het te maken heeft met de dynamiek in de Kamer waar u ook onderdeel van bent. En snapt u dat Wilders dit al 20 jaar meemaakt? Zie je dat ze vanuit het geraakt zijn, want dat is authentiek, dat geloof ik, dat was voor haar niet fijn. Ageert ze vervolgens uit als zij intern haar emoties zou kunnen neutraliseren op een gezonde, constructieve manier? Zou ze niet hebben gezegd wat ze zei, want wat zei ze? Ja, ik snap wel dat Wilders daaronder leidt, maar wat die allemaal twittert. En dat is exact een persoonlijkheidsverschil tussen heel veel politie van nu en wat Van der Plas naar mijn idee geen last van heeft, zou ik niet willen zeggen. Maar zij je eigenlijk een bepaalde professionaliteit. Ja, nou ja, het heeft te maken met de kracht van je structuur. Waarmee Kaag en andere politici, FVD, ook daar zie je soms heel snel dat er uitgeageerd wordt in plaats van dat emoties kunnen worden gecontroleerd. Maar waarom zou ik fan moeten zijn van haar persoonlijkheid? Je kan toch zien wat ze stemt en wat ze niet stemt. Zoals zo'n Omtzigt die elke keer net het verkeerde. Nee. Mij interesseert heel weinig of het een hele amable. Dat zeg ik verkeerd, maar. Nee, maar ik ga antwoord op de vraag waarom in het verschiet mogelijk geen problemen binnen die partij te verwachten ja, is. Precies, ja. En waarom die hoe zij in staat zou kunnen zijn om die organisatie gewoon overeind te houden. Dat was het antwoord op mijn vraag. Klopt, ja. Je kan niet, iedereen heeft zijn eigen politieke voorkeur. Daarin kun je niet sturend zijn. Maar als je onderzoek wil doen naar de stabiliteit van de persoonlijkheid, dan moet je kijken naar gedrag. En ik zie haar heel sterk acteren op dat punt. Ja, goed, dat is jouw analyse, inderdaad. Het Amerikaanse ministerie van Energie stelt dat de wereldwijde coronapandemie hoogst waarschijnlijk ontstaan is doordat het COVID-19-virus uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan is ontsnapt. Dit schrijft de gezaghebbende krant The Wall Street Journal. Een opmerkelijke conclusie, want het wordt over het algemeen aannemelijk geacht dat het virus op de markt van deze Chinese stad van dier op mens is overgesprongen. Ja, Patrick, ik vond het toch wel opmerkelijk. Ik weet niet hoe jij het ziet, want tot voor kort was je eigenlijk een complotdenker, toch, als je dit beweerde? Dat was waarschijnlijk het laatste complot wat gewoon waar is gebleken. Hierna zijn alle complotten op. Ik denk ook weer verdwijnen, dat scheelt. Ja, nou ja, kijk, het probleem met dit narratief is dat het virus inderdaad verschrikkelijk ernstig was. Dat was het niet. Het was misschien een forse griep of zo. Dus dat is het probleem met dit narratief. Ik heb dit van heel dichtbij kunnen volgen omdat ik in die viruswaarheidgroep de PCR-methode had opgepakt. En we hebben die paper toen geschreven. Er is nog heel veel mis met de virologie zelf. Maar strategisch voor de wappies is dit natuurlijk gunstig. Want er is gewoon nu een schuldige aan te wijzen. Er is gewoon een probleem gevonden. Het is strafbaar. Dus in dat opzicht een soort doorbraak. Ahmed, stel nou dat het zo is dat het coronavirus is ontsnapt. Wat zouden dan de gevolgen zijn voor de Chinese overheid? Nou ja, even terug naar het begin. De Wall Street Journal schreef of het is mogelijk dat het uit het lab zou kunnen komen.
Er zijn ook andere overheidsorganisaties die daar iets anders over denken. Maar ja, het gaat uiteindelijk om verantwoordelijkheid. Op het moment dat het daadwerkelijk uit het laboratorium komt in Wuhan... ja, dan is China gezamenlijk met de VS en de WHO aansprakelijk voor deze epidemie. Ja. En dat betekent dat de schade verhaald gaat kunnen worden. En wat verwacht jij dan? Dat er meer onderzoek gaat volgen de komende tijd? Of hoe zie jij dit zich ontwikkelen? Nou, gezien de impact zeg maar, van de corona-epidemie... denk ik dat dit toch wel achter gesloten deuren met elkaar beslecht gaat worden... op een of andere manier. Want, je bedoelt begraven, bedoel je? Het wordt onder het tapijt geschoven natuurlijk. Want jij gelooft niet in onderzoek? Ahmed zegt, nou, dat zal er moeten worden. Nou, hier staat zoveel op het spel. Dat is gewoon niet mogelijk. Hier staat zoveel op het spel. Als dit echt eerlijk zou worden uitgezocht, zouden we dus letterlijk die tribunalen krijgen. Dan zouden we letterlijk zo'n Fauci... Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dan valt de hele kaarthuis wat om. Dus dit is prachtig dat we dit nu weten. Het was al heel snel bekend dit, hè? Want die genomische sequence, daar was van alles mis mee. Montagnier zei dat al heel snel. Dit was eigenlijk vanaf het begin af aan al bekend. Dus daarom is dit wel leuk. Het is een soort vindication voor de mensen die dit altijd zeiden. We blijven het volgen. Ja, we blijven het zeker volgen. We zijn door de uitzending heen. Bedankt weer voor al jullie verschillende meningen. Patrick, fijn dat je bij ons was. Huibrecht, ook dankjewel. En ook Ahmed, heel fijn dat je bij ons was. Altijd een plezier. En u uiteraard bedankt voor het kijken. En wij zijn er weer aanstaande donderdag 20 over 12 op NPO 1. Heel graag, tot dan. Er zit niks achter. Het is geen kennis. En het feit dat hij dus een bias heeft, is gewoon de manier waarop hij is ingeleerd. Je kan de verleiding dus weer wegnemen. Je kan het verkeerd taalgebruik wegnemen. Maar daarmee... en maak je mensen eigenlijk een robot. Hoe zij zichzelf opstelt, ja, dat vind ik bewonderenswaardig... door ook in gesprek te gaan met andere partijen op punten waar je het wel met elkaar eens bent.